Johan de Beer, wethouder in Zundert. In uw portefeuille onder andere ruimtelijke ordening, openbare werken en verkeer en vervoer. Waar valt de Randweg onder? Uiteraard, verkeer natuurlijk primair. Maar om ze verder te komen moet je wel een ruimtelijk ordeningsproces doorlopen. Dus ook dat is in deze wel handig. Ja. De samenwerking met de Brabantse Delta ook, hè? De ecologische verbindingszone. Wat kun je daarover vertellen? Wij hebben niet alleen technisch de randweg aangelegd, maar we hebben gekeken wat kun je nou in die rand van die randweg. Want we hadden nog doelstelling te definiëren met het waterschap, ecologische verbindingszones. En die hebben we mooi kunnen koppelen. En bij de Brabantse Delta zeggen ze ook, dat benoemen hun ook als koppelkansen. Ja. Wat zijn bij de aanleg van de randweg de grootste hobbels geweest? Nou, er komt natuurlijk heel veel bij kijken. Van als je eerst de schets op papier, het is natuurlijk toch eerst positie krijgen met het bestemmingsplan. Dat is vrij vlot gegaan. Ook met de beroepszaken die we helemaal aan onze kant hadden. Daarna komt natuurlijk een stukje grondverwerving. Uiteindelijk moeten onteigenen. Wel minimaal, maar hebben we toch moeten onteigenen. En dan heb je natuurlijk het bouwtraject. En ook dat is er eentje met toch wel behoorlijk wat uitdagingen. Tegenvallers geweest? Eigenlijk niet, maar wel continu waakzaam zijn om te letten op de planning, te letten op de middelen en op, ja, ook of alle partners nog de neus dezelfde kant uit staan. De compensatie van de natuur, hoe is dat ingevuld? In Achtmaal hebben wij een stuk bos aangelegd. Dat neemt natuurmonumenten over. Dat is de compensatie. Maar als ik kijk hier naar het eindbeeld, dan mag je eigenlijk spreken dat er hier ook wel een stukje natuur is toegevoegd, zijnde ecologische verbindingszone. We staan hier op de fietsbrug. Ja. Waarom is die aangelegd? Dat is natuurlijk toch een heel logische vraag, maar ook wel een logisch antwoord, denk ik. Omdat we de verbinding tussen Klein-Zundert en Zundert wel willen versterken. We kunnen er technisch komen via de rotondes. Maar dit is natuurlijk een hele veilige oversteek. En uiteindelijk was dat ook gewoon een politieke eis om die verbinding te houden en op deze wijze te realiseren. De weg is ook voor landbouwverkeer bedoeld, hè? De randweg zelf. Die mogen daar ook gebruik van maken. Ja, zeker. Wordt gestimuleerd. Want zodra de randweg open is, zul je ook zien dat we verkeersmaatregelen nemen in onder andere de Molenstraat. En dan mag het vrachtverkeer en het landbouwverkeer niet meer door de Molenstraat. Wat voor verkeersmaatregelen zijn dat? Je zegt het zelf al, dat verkeer mag niet meer door de Molenstraat. Is er een eenrichtingszone of zo? We werken gefaseerd. En we gaan eerst beginnen. We zijn nu volop mee bezig in de voorbereiding om het kruispunt Prinsstraat-Molenstraat aan te pakken. Om de doorstroming goed te stimuleren. En dan de komende 2 jaar gaan we gefaseerd de Molenstraat aanpakken. Want ook dat vraagt veel voorbereiding, inspraak. Dus we hebben die tijd gewoon van 1,5 jaar tot 2 jaar echt nog nodig om de Molenstraat helemaal compleet af te ronden. Ja.